Ik zag dat je een angststoornis had. Wat is dat precies, een angststoornis? Ja, dat is eigenlijk een heel gek iets. Want je krijgt dan angsten en je voelt je heel gek of misselijk of duizelig. En de reden daarvan is eigenlijk niet zo makkelijk te achterhalen. Dus, nou ja, ik werd bijvoorbeeld bang toen ik live op televisie moest. Kreeg ik een angst. Maar ook in het openbaar vervoer, in de trein bijvoorbeeld. Ik dacht in het begin, oeh, dat is gewoon iets lichamelijks. Ik heb iets, ik moet naar het ziekenhuis, ik moet me laten onderzoeken. En uiteindelijk bleek alles gewoon goed te zijn. Ik was gewoon gezond. Maar zat het dus gewoon tussen mijn oren. En toen ben ik gewoon behandeld. Ben ik naar een psycholoog gegaan en heb ik begeleiding gehad bij de fysio. En ik heb allemaal hulp gehad. En daardoor gaat het nu heel erg goed. Ik heb er af en toe nog wel een beetje last van. En dan moet ik er gewoon op letten. Maar vergeleken met eerst is het echt veel, veel beter. Echt veel beter.